Hey, waarom gaan jullie zwemmen? Ja, omdat we inderdaad sportief bezig willen zijn. En ook iets mee willen doen aan goede doelen en zo. Maar er is nog een reden, toch? Ja. Wat is dat? Omdat we het zelf ook hebben meegemaakt. Ja. Wat hebben jullie meegemaakt? Ja, onze moeder had borstkanker. 3 jaar geleden. Familie Stijn! Hele goede. Hoi! Morgen! Ik heb het mooi weer meegenomen. Dankjewel. Hoe vind je dat nou? Dankjewel. Hoi, ik ben Sander. Hallo. Hallo. Ik ben Sander. Het werd wel tijd. Het mooie weer. Ja. Nou, inderdaad zeg. Maar het is wel lekker hier, zeg. Het mag gebeuren. Gelijk naar het strand, hè. Erin en eruit. Ja. Naar buiten. Hé, hey, waarom wilden jullie hier afspreken? Lekker buiten. Thuis de achtertuin een beetje klein. Ja. Ik denk, gaan we lekker op het strand, hè? Ja. Met dit weer. Dat was 3 jaar geleden. Ja. Op de dag voor Koningsdag. Hoe reageerden jullie? Ja, ik weet niet hoe mensen reageren, maar volgens was het een schok. Compleet onverwacht. Ja. We hadden het echt niet verwacht. Volgens mij heb ik 's ochtends nog gewerkt. En gingen we gewoon even naar het ziekenhuis om de uitslag te horen. En dan konden we weer verder met ons leventje. En dat was 26 april. We werden binnengeroepen en de dokter was eigenlijk vrij simpel. Rapport open van slecht nieuws. Borstkanker. Zo. Hoe reageerde Karen? Op dat moment, ja, alles neemt over, denk ik. Heel zakelijk. Ja. Oké, naar voren zitten. Oké, wat gaan we doen? Welk stadium? Wat kunnen we eraan doen? En heel eerlijk, ik zakte een beetje onderuit in mijn stoel. Zweet op mijn rug. Trok mijn jas uit. Ik denk, dat gaat niet goed. Nee. Ja, echt alsof je benen onder je lijf gewoon weggetrapt worden. Gewoon onderuit. Ik kan me ook voorstellen dat je dan opeens alle scenario's door je hoofd ziet gaan. Ja, we zijn toen samen weggegaan. De kinderen zaten thuis met oma. We zijn even naar een cafeetje gegaan om een kop koffie te drinken. Om echt even te zeggen van, wat gebeurt hier? We hadden gewoon geen rekening mee gehouden. Ik denk dat sommige mensen misschien zeggen van, nou, het kan goed nieuws zijn, het kan slecht nieuws zijn. We hadden er eigenlijk op dat moment geen rekening mee gehouden. Dat was in de meivakantie, we zouden naar Texel gaan, ja, op vakantie. Dat hadden we een paar dagen uitgesteld om dit gesprek te volgen. En dan zouden we alsnog op vakantie gaan. En dat hebben we ook nog wel gedaan, we zijn toen nog naar Texel geweest. Maar ja, we moesten natuurlijk wel een paar dingen gaan bedenken. Ja. Hoe gaan we het de kinderen vertellen? Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe slecht was ze eraan toe? Niet. Ze was er ongelooflijk goed aan toe. Ze was fit, ze voelde zich goed, hardlopen. Dus vandaar dat we het ook niet verwachten. Ze voelde zich niet ziek. Het was op dat moment gewoon, we hadden ons lekkere leventje. Ja. Het was gewoon dit gesprek, niks aan de hand. We moeten er even iets aan doen misschien, maar niet dit. Dus hier waren we niet voorbereid. Ze voelde zich heel goed, eigenlijk ging ze heel gezond de behandeling in, voor haar gevoel. Ja. De ziekte zat er wel. Maar ze ging er gezond in. En ik weet nog heel goed dat we zijn toen naar Bilthoven geweest, Alexander Monro ziekenhuis, gespecialiseerd in borstkanker. Dat we daarheen gingen, daar was het gesprek eigenlijk van, hè, kunnen we behandelen of niet, in welk stadium is het? En dat we daar bijna gelukzalig weggingen, omdat ze zeiden van, we mogen de strijd aan. We liepen echt als een soort winnaars van de trap af toen we weggingen. En dan moet de strijd nog gevoerd worden. Ja, maar we kregen de kans. We mochten aan de slag. En dat was op dat moment eigenlijk een geschenk, kom maar op, nu kunnen we, weet je, we mogen. Wat gebeurde er toen met jou, toen je dat hoorde? Dat had ik van tevoren eigenlijk ook niet verwacht. Ik was vooral boos. Ik was ongelooflijk boos. Waarom was je boos? Niet op haar, niet op de doktoren, maar onmacht. Volledige onmacht van wat gebeurt hier? Wat gaat er gebeuren? En je ziet je vrouw die een behandelingstraject in moet. En zelf moet je dat ook een plekje geven. Ja. Ja, in eerste instantie voor 98% wil je er voor haar zijn. Je moet het zelf ook een plekje geven. Was Karen ook boos? In eerste instantie vooral verdrietig. Ik weet nog heel goed dat we een dag dat ze naar de werk ging. Ze is gewoon blijven werken. Ook tijdens de chemo's, ook tijdens de behandelingen. Dat ze een dag naar de werk ging en dan achterom keek. Dan sta ik daar met de kinderen in de deur. En dan zeg ik, ja, weet je,
zal toch niet? Dat is dan het nieuwe gezin, dat wil je niet. En dat eerste gesprek van, er is een kans. Je gaat behandelen en we gaan je, niet beter, maar we gaan de ziekte behandelen. Dat is alles wat je nodig hebt op dat moment. Ik denk dat dat een heel groot verschil maakt. Als iemand tegen jou zegt van, het is in een bepaald stadium. We kunnen je wel helpen, maar niet meer behandelen. Ja, dan stort je wereld nog harder in. In dit geval stortte onze wereld in. Maar de volgende stap was, aan de slag. Dan krijg je dat vreselijke nieuws te horen. En die onzekerheid. Hoe vertel je het aan de kinderen? Ja, heel, heel kort en heel duidelijk. Waarop Texel. We hebben eerst eigenlijk daar nog gewoon lekker een paar dagen strand, plezier. Het was prachtig weer. Lekker eten. Weet je, kinderen moeten plezier hebben. De vakantie. En toen hebben we een paar dagen voordat we teruggingen, hebben we het gewoon verteld. Dit is er aan de hand. Mama is ziek. Mama is ziek. En dit is wat we gaan doen. We gaan aan de slag. We hebben jullie hulp nodig. En we gaan zorgen dat mama beter wordt. Ja. Zijn jullie bang geweest dat mama dood zou gaan? Nee. Jullie waren altijd wel ervan uitgegaan dat het goed zou komen? Ja. En hoe wisten jullie dat zo zeker? Nou, omdat mama en papa dat heel duidelijk vertelden dat het allemaal goed kwam. Ja. Wat vonden jullie ervan dat mama ziek was? Niet leuk, nee. Hoe reageerden jullie? Verdrietig, ja. Moesten jullie huilen? Ja, soms wel, ja. Want dat snap ik wel. Dat zou ik ook doen. Hoe gingen jullie er als gezin mee, joh? Met het slechte nieuws? Veel praten. We hebben een heel hele hechte familie. Dus je kringetje wordt eigenlijk heel klein. Je zoekt elkaar heel erg op. Gelukkig hele goede band met ouders, met opa's en oma's. Dus die schakel je in. Je kringetje wordt in eerste instantie heel klein. Ja. Je zoekt het heel erg bij elkaar. Dus als gezin word je supersterk. Kom je er eigenlijk nog veel sterker uit dan dat je er ooit ingegaan bent. Wat doet zo'n vreselijk bericht met de man-vrouw relatie? Die verandert in eerste instantie uiteraard. Je moet allebei het nieuws verwerken. Ik denk dat wij het geluk hebben gehad dat we heel verschillend reageerden. Ik vooral heel boos. En Karen uiteraard heel emotioneel. En dat we elkaar daardoor heel erg hebben kunnen steunen. Ik heb heel veel mensen in onze omgeving ook gezien die er heel anders mee omgaan. Ja, of allebei. Nou, allebei heel verdrietig. Allebei heel boos. En ik denk dat als je allebei keihard valt, keihard in de put, dan is het ongelooflijk moeilijk om elkaar te steunen. Ja. Dan moet je hulp van buitenaf hebben of mensen die je daarbij helpen. En ik denk dat wij het geluk hebben gehad om er gewoon echt samen doorheen te gaan. Enorm krachtig team. Je gaat samen naar de behandelingen mee. Je maakt er een feestje van. Ik moet zeggen, zoals ze daar behandeld is in het ziekenhuis, ongelooflijk. Zo professioneel, zo goed. Dat scheelt ook. Verzorging, het eten, de ambiance daar. Echt perfect. Als ik jou zo hoor, zijn jullie er eigenlijk als gezin nog hechter uitgekomen? Zeker. Zeker weten. Hoe bijzonder is dat? Dat voelt heel goed. Dat voelt heel, heel krachtig. Ja. Omdat je dat eigenlijk ook wil, een blik op de toekomst. En op een redelijk moet je stoppen met achteruit kijken van wat is er gebeurd. En hoe erg is het als je dat te horen krijgt, zo'n ziekte. Maar wat je heel graag wil, is vooruit. Is samen vooruit. En er moet op een redelijk ook een punt komen dat je zegt en nu verder. Ja. En dat bepaal je niet. Dat voel je. Van we willen verder, we willen vooruit kijken. En dat doen we. Het is nu 3 jaar geleden. April was het 3 jaar geleden. Dat hebben we eigenlijk gevierd met de vakantie met de kinderen. 2 weken naar Amerika geweest. Wauw. Om het om even goed uit te pakken. Ja, om af te sluiten. En weet je, voor je gevoel sluit je dan de periode. Dat je zegt van het is heel mooi geweest. Yeah. Het is een strijd geweest met hele diepe dalen. Maar als je ziet hoe we eruit gekomen zijn als gezin. Met 2 hele lieve kinderen. Een enorm krachtige vrouw. En je kan het zo afsluiten. En zeggen van en nu naar voren. Ja, dat is prachtig. Zijn jullie door alles wat je hebt meegemaakt anders in het leven gaan staan? Ja, absoluut. Ja. Op welke manier? Nou, gaandeweg komt dat je bent veel meer bezig met je gezondheid. Hoe kwetsbaar het leven is, hoe kwetsbaar je lichaam is. Dus je wil eigenlijk voor jezelf ook gezonder leven. Wij waren eigenlijk allebei gezond. Gewoon goed leven, 2 gezonde kinderen. Maar je gaat er toch anders naar kijken. Je gaat nadenken over overgewicht, over roken, over hoe je je kinderen op wil voeden.
hoe belangrijk het is om een goed lichaam te hebben. Zij is ongelooflijk sterk die behandeling ingegaan. Ze was sportief, hardlopen, 3-4 keer per week hardlopen. Ongelooflijk sportief en eigenlijk gezond, los van de ziekte. Die behandeling ingegaan. En dan merk je ook, en dat krijg je ook in het ziekenhuis te horen, want dit helpt wel. U rookt niet, u heeft geen overgewicht, ja. U bent gezond bezig. Dat vinden ze in het ziekenhuis ook fijn. Dan kan je wel aan de slag met iemand. Dat is wel heel leuk als ze dan zelf het ook oppakken en zeggen, ik wil ook wat doen. Ja. Ik wil ook in actie komen. Nou, en dat gaan jullie doen. Jullie gaan met z'n allen zwemmen voor Daniël. Ja. En hoe hard gaan jullie zwemmen en hoeveel gaan jullie zwemmen? 250 meter. Ja, heel wat. Ja. Ik neem mijn hoed af voor alle mensen met kanker. Blijf sterk. Wij nemen de hoed af voor alle kinderen met kanker in heel de wereld. Ik doe mijn hoed af voor mijn vader en voor de artsen. Dat ze mijn vader hebben genezen van huidkanker. Ik neem mijn hoed af voor iedereen die strijdt tegen kanker. Ik neem mijn hoed af voor alle verplegenden die kankerpatiënten leiden en verzorgen. I take my hat off to Isabel and everybody else who is battling cancer.